zeggen. Maar Sam, ja. Besef, sommige kinderen die hier nog in mogen, ja? kunnen ook dat doen wat wij zo meteen gaan doen. Dat meen je. Yo, het is mooi pretraket samen met Kai. En Sam. Doe even alsof je het niet kou hebt. Sam! Wij zijn in Venray. En waarom zijn we in Venray? Nou, we zijn hier bij Rijbewijs Experience. En wat je hier kan doen, is je kan eigenlijk ja, een soort van rijlessen nemen voordat je dus je echte rijlessen op de weg gaat nemen. Nou, is het zo dat toevallig de beste chauffeurs van Colossiums natuurlijk meegegaan zijn. Jochen is thuisgebleven inderdaad. Ja, Jochen durfde gewoon niet. Jongens, we hebben wel echt een hele vette auto, hoor. Ja. Komt die aan, hoor. Dit wil je toch in je achtertuin? Dit is een rijtje. Ja? Ja? Ja. Nou, wat we vandaag gaan doen is, we gaan 3 challenges doen. Daar kan je punten mee scoren. Oh ja, en de verliezer die krijgt de taart in zijn bakkes. Vind jij wel lekker, toch? Oeh, taart. Tijd voor de eerste opdracht. En dat is de slalom vooruit. Iedere pion die je raakt is 20 strafseconden. Ja, niet allemaal van de benauw, hè. Gewoon geen pion raken. Sam. Ja. Jij mag beginnen. Ja, is goed. Ben je er klaar voor? 3, 2, 1. Ik heb het naar mijn zin. Kijk even naar die handbeweging van jou. Remmen! Er staat stil. 38,52. 38,52. Maar hij raakte toch een pion? Hij is niet ongevallen. Raakt hij een pion? En het is net als met Amsterdamse fietsers. Hè? Je mag ze schampen, maar niet plat rijden. Nou, dan gaan we weer om. Doe er klaar voor. Ja! 3, 2, 1. Wat een drama, zeg. Die ging niet helemaal goed, nee. Ik ben wel heel benieuwd naar je tijd, hè. Je moet wel om het bochtje heen weer, hè. Wat doe jij nou? Ja, hey, ik vind het helemaal goed. Sam, zet een strafpunt of niet? Nee, dat is niks over gezegd. 48,52. Maar dat komt door de regen, hè? Dat komt door de regen. Ja, was... Nou, mijn beurt dan, hè? Ik heb mijn best gedaan. Dus Brett. Ja. Deze laten liggen. Nou, weet je wat mijn tactiek is? Yes. Gewoon rustig op mijn gemakje doen. Want ik hoef helemaal niet hard. Maar ik heb alleen geen kilometer tellen, dus ik kan niet zien hoe hard ik ga. Oh jawel, hier zo. Doet hij het trouwens? Oh nee, ik rijd niet. 3, 2, 1, 2, 3. Oh, oh, rustig. Wow! Hoeveel had jij? 52. Jongens! Nee! Ja, nou Sam, gefeliciteerd met de eerste ronde, jongen. En opdracht nummer 2 is... We hebben hier een soort geel vak, zeg maar. Daar moeten we in omdraaien. Dus een paar keer steken. Vervolgens hebben we een soort rotonde. Die moeten we nemen. Als je weer terug bent in het gele vak, stop je. Als je bent gestopt, dan stopt je tijd. Sam begint weer. Succes, Sam. Laat jij nou net die auto stilvallen? Nee. Oh, we gaan hier ronddraaien, oké. Okay. Nee, hij gaat achteruit. Nee, nee. Hij gaat achteruit. Hij wil niet. Oh, vervelend, vervelend. Nee, 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 je haalt het niet! Oh, je haalt het! Nee!
Dat was niet zo heel goed. Hij deed niet eens achteruit. Oh. Of ik deed iets verschrikkelijks fout. Hey, dat denk ik ja. Hij had er geen zin in. 28 seconden, 53. Kijk, nu lukt hij wel, denk je. Kijk eens. Ik denk dat het is achteruit, want dat is Sam moeten. Kom maar, laat even zien hoe dit moet dan. Laat je mij hem ook stilvallen? Laat jij hem ook stilvallen? Ja. Netjes Kai, netjes Kai. In zijn achteruit. Je zet hem wel direct in zijn achteruit, dat scheelt hoor. Oh jee. Oh jee, oh jee. Oké, de rotonde. Nee, nee, dat wordt steken Kai. Hoe snel ging jij? Wat had ik? 28,53. Ah, ik moest steken op die rotonde. Eventjes weer op standje kabouter zetten. 3, 2, 1, go! Hey, wat is dat? Man, helemaal wel. Maar dit is zo beter gestuurd dan ik. Ja, jij moet ook steken. Nee, nee, nee. Heb je hem, heb je hem. Oeh. Sowieso heb ik hem. Dikke winnaar. 25-70. Ja, 25. Oh, zo moeilijk was dat toch niet? Ja, 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 ja. Oh, ik had geluk dat ik niet hoefde te steken daar, hè, want dan was ik echt het pineut geweest. Oké, okay, nou, staat hij nou in zijn vrij? Ja. Dan komen we maar op één manier achter, dus gewoon de koppeling loslaten, hè? Oh, gelukkig. Gaan we naar de finale ronde? Kai, je hebt nou 2 punten. Wij hebben allebei 5 punten. Ja. Dus het zit er wel in dat Kai die taart in zijn gezicht gaat krijgen. Wat is nou de finale opdracht? Nou, we hebben hier best wel een hele lange strook asfalt. We moeten met minimaal 80 km per uur voorbij deze laatste pion. Als we hier voorbij zijn, vol op de rem. En degene die het snelste dus ja, stopt, die heeft gewonnen. Als je er klaar voor bent, ga erop. Minimaal 80, Sam. Ja, je staat stil. Ik ben heel benieuwd hoe ver je bent. Hier hebben we onze streep. Dit is Sam. Ja. Hoeveel meter is het? 44. 44 meter. 44. Oké, mannen. Ga erop. Hij remde te vroeg. Nou, disqualificatie. Ja. Opnieuw. Ja, je moet opnieuw, Kai. Ja. Nee! Kai! Helaas, Kai. Maar ik ging wel veel harder, sowieso. Dus je krijgt sowieso die taart in je bak zo, hè? Ik krijg taart. Maar, nu wordt het nog spannend tussen ons. Ja. Als ik sneller stilsta, heb ik gewonnen. Als ik verder ga, dan heb jij gewonnen. Je moet minimaal 80, hè? Ja, nou, ik ga wel instappen. Nou, nu gaan we dan, hè? Hé, maar besef even. Als je dus 12 jaar oud bent, mag je dit dus al doen. Hoe vet is dat? Ja! Ja! Nee. Ik weet niet, het is op het randje hoor! Nee, hij heeft zeker gewonnen, want dit was mijn eerste streep. Ja, 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 ja. Yes! Had hij ik zat bijna aan de 90. Echt? Ja, ik geloof er niks van. Ik denk dat hij 86 zat. Ja, 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 ik zat echt ruim boven de 80. We hebben geen champagne. Ja. Maar we hebben wel taart! En jij bent namelijk de pineut. Dit vind ik jammer. Kijk even wat een goede taart dit is. Kai, we moeten hem eerst even proeven natuurlijk. Wat? Wil je eerst proeven?
Zo. Was hij lekker? Was hij lekker? Kijk even. We hebben een handdoek. Nee. En natuurlijk Rijbewijs Experience. Super bedankt dat we hier hebben mogen spelen. Hey, Oudem, bedankt.